Live vanuit de Kenniskeuken onder bij de bibliotheek in Gennep is dit alweer de 9e aflevering van Inzicht. We hebben vandaag weer 2 gasten. De huisartsenpraktijk in Afgoden. 25% minder verwijzingen naar het ziekenhuis. Het aantal medicatievoorschriften verminderde. De door patiënten ervaren kwaliteit van zorg steeg. Het werkplezier van huisartsen en praktijkmedewerkers groeide. En de zorgkosten in de gemeente viel 500.000 euro lager uit. En dit door positieve gezondheid. Maar hoe werkt het nou precies en wat is dat precies? We gaan daar vanavond over praten met huisarts Hans-Peter Jung. En de tweede gast van vanavond, 11 jaar is hij vorst van het Bombakkes. Nou, hoe word je nou vorst en hoe mooi is het om vorst te zijn? En ook voor hem zal de carnaval dit jaar heel anders zijn. En hoe zal dat voor hem zijn? We gaan erover praten met vorst Maarten Daniels. Verder hebben we een muziek, dit keer van Verrek is mooi, om in de carnavalssferen te komen. We hebben Mara's vlog, dit keer van De Gek. En natuurlijk is ook weer de stadsdichter er met een mooi gedicht waar we heel benieuwd naar zijn. Maar eerst de nieuwtjes. Ja, carnaval op tv. Carnaval is natuurlijk dit jaar heel anders dan andere jaren. Er is een alternatief coronaproof carnavalsprogramma dat uitgezonden wordt op Gennep Nieuws en TVL TV. Zo kun je thuis toch van de vastelovend genieten. Vrijdag is live de sleuteloverdracht te zien. Zondag is de optocht van vorig jaar van Gennep te zien. En zaterdag kun je 3 uur kijken naar de Maartzitting. Ja, beste mensen, dit jaar helaas geen Maartzitting. Voor ons geen show met vaten bier en mijn hekken, maar helaas ook niet genieten van het geweldige publiek hier op de Maart. Maar we hebben wel iets anders voor jullie in petto. Nachtigaal, weet je best goed, dat snap je wel. Want samen gaan vieren zo begaan. Wij brengen namelijk de Maartzitting bij jullie thuis. Mooie beelden van afgelopen jaar, interviews met artiesten. Allemaal leuke dingen, mensen. Gezellig op de bank, glaasje bier erbij, glaasje wijn. Stem allemaal af op Gennep Nieuws 13 februari. De rust gedompt en leugels hebben we snel als op en blijven 3 dagen. Ja, en de gemeente Gennep is ook heel benieuwd hoe jij je coronaproef carnaval viert. En je kunt je selfie insturen naar communicatie@gennep.nl. Dus communicatie@gennep.nl. En als je dat voor 15 februari doet, heb je kans dat je volgende week in de Mazeniersbode staat. Of op de website en Facebookpagina van de gemeente Gennep. En dan, er is ook ander nieuws. Nieuwe naam van het KEC, Kind Expertise Centrum. Het scholencomplex en de Martinushof in Gennep gaat Ganapia heten. De naam werd ingezonden door Bertruke Wijn. En door een jury met onder andere wethouder Rob Jansen gekozen. Nou, de naam Gennep is afgeleid van het Keltische Ganapia. En dat verwijst naar een plaats waar 2 rivieren samenkomen. En dat zijn de Maas en de Niers. Dan ander nieuws, kabouters ontvoerd. Op de Sint-Jansbergen in Plasmolen zijn kabouters ontvoerd. Ze werden in gijzeling genomen op het sprookjesachtige landgoed nabij Milsbeek. En waarschijnlijk zijn ze meegenomen door vandalen. Nou ja, ze worden erg gemist. Dus heb jij iets gezien of weet jij toevallig wie die kabouters heeft meegenomen? Stuur dan een mailtje naar inzicht@gennep.nieuws. Zodat de kabouters weer terecht komen. Dan een sneeuwpoppenwedstrijd. Nou, het zal niemand ontgaan zijn dat er heel veel sneeuw is gevallen de afgelopen dagen. Maasland heeft een sneeuwpoppenwedstrijd opgezet. En je kunt nu stemmen. Je kunt je stem uitbrengen via redactie@maaslandradio.nl. En zondag worden dan de prijzen uitgedeeld van 20, 50 en 100 euro voor de mooiste sneeuwpoppen. En de grootste sneeuwpoppen, daar is ook een prijs voor van 100 euro voor. Dus vooral stemmen. De kasteeltuinen in Arsen zijn uitgeroepen tot leukste uitje van Limburg.
Net als vorig jaar hebben de leden van ANWB kunnen stemmen. En landelijk hebben ruim 80.000 mensen gestemd. En de kasteeltuinenartsen scoorden hoog op onder andere prijs-kwaliteitverhouding, sfeer en klantvriendelijkheid en op het aanbod. En op de tweede plaats eindigde Kasteelpark Born. En op de derde plaats eindigde Mind Mystery in Horst. En dan het laatste nieuwtje alweer. Een oproep van fotograaf Frank Weren. Hij is bezig met een coronaproject. En hij wil graag jou met je mondkapje en je favoriete kamerplanten op de foto zetten. Dus heb jij interesse, neem dan vooral contact op. Want dat is heel leuk. Via frankweren@gmail.com. En dan maakt hij met jou een afspraak voor de foto. En dan gaan we nu naar onze eerste gast van vanavond. En dat is Hans-Peter Jung. Welkom. Okay. Wat fijn dat je hier wilde zijn. Ik ben benieuwd hoe het met je is. Ja, met mij gaat het goed. Heel bijzonder dat ik vorige week de coronaspuit heb mogen halen. Ja. Bijzonder moment. Je ziet zoveel ongerustheid, zoveel angst. En ik denk dat we met z'n allen uit deze moeilijke tijd kunnen komen als we zorgen dat iedereen gevaccineerd is. En dit is voor mij in ieder geval een belangrijke stap. Gaf me wel wat pijn in een arm en een dikke bult. Maar dat was het dan voor de goede ook, zaak, precies. Ja. Ja, want als ik het mag vragen, kom je ook mensen tegen die daar twijfels bij hebben? Ja, en ik snap dat ook wel. Ik vind het ook een raar idee. Ik ga dan naar een ziekenhuis, ik krijg een spuit. En wat zit er in zo'n flesje en wat doet het met je? Het is heel belangrijk om ook een stuk vertrouwen te mogen ervaren dat het goed is wat we met z'n allen doen. Mm-hmm. En ja, er zijn altijd wel vraagtekens voor sommige mensen die zo'n spuit wat minder goed kunnen verdragen. Dus dat kan soms dubbele gevoelens geven. Ja. Zeker. En dan kun jij mensen wel geruststellen in jouw rol? Of? Ja, nou ja, ik denk uiteindelijk moet ieder mens voor zichzelf beslissen wat hij doet. Ik denk wel, als we landelijk weten dat als we de vaccinatiegraad hoog genoeg hebben, dat er minder mensen ziek worden. Zeker voor de ouderen en kwetsbaren, dat heel erg belangrijk is. Ja. En ik kan me voorstellen dat sommige mensen ook twijfels en bedenkingen hebben. En ik denk dat het goed is dat we altijd met elkaar in discussie daarover blijven. Ja, je bent sinds, als ik het goed heb, 1999, klopt dat? 97, werkzaam als huisarts. En in 1999 heb je dan de huisartspraktijk overgenomen? Nee, ik ben werkzaam als huisarts sinds 1995. Oké, okay, ja. En 97 ben ik in Afde begonnen. Ja. Eerst samen met mijn collega dokter Gerrits. En in 99 is hij gestopt en toen ben ik een eentje verder gegaan. Met de huisartsenpraktijk, ja, in Afde. Ja. En is huisarts iets wat je al altijd wilde worden? Nee, ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik wilde worden. Totdat ik voor mijn eindexamenlijst op de middelbare school verplicht een boek moest lezen, Dorp aan de Rivier. Ja. En dat ging over een huisarts die ook echt bestaan heeft, 100 jaar geleden, in het dorpje Lid. Dat is iets stroomafwaarts aan de Maas. En ik vond het zo fantastisch te lezen wat een huisarts kan betekenen voor mensen. En de mooie verhalen die erin stonden, dat ik dacht van wow, dat lijkt me gaaf om ook te worden. En ja, wat heel bijzonder is dat ik huisarts ben geworden ook in een dorpje aan de Maas, iets verder stroomopwaarts. Ja. En wat nog bijzonderder is, dat de verhalen die je meemaakt, waar je getuige van mag zijn in de praktijk, dat die in werkelijkheid nog veel mooier en veel groter zijn dan je in dat boek weer hebt kunnen lezen. Het is een fantastisch vak. Ja, dus door een boek echt geïnspireerd geraakt, ja, om dit te gaan doen. Ja. Ja. En ja, het is natuurlijk een vreemde tijd voor iedereen. En hoe is dat voor jou als huisarts om dan in deze tijd huisarts te zijn, in deze coronatijd? Coronatijd is een spannende tijd voor iedereen, met veel onzekerheden. In wezen is coronatijd voor een huisarts niet zo wezenlijk anders dan anders. Want er zijn altijd onzekerheden in ieders leven. En het is vaak dat je als huisarts nodig bent op die momenten dat je het even niet meer weet. Of dat er spannende dingen in je leven gebeuren. Dat is met corona nu niet anders. Alleen je ziet ook dat ons werk er heel anders uitziet. Dat er heel veel onzekerheid is. Dat heel veel mensen niet naar de praktijk durven komen. Dat er mensen zijn die eigenlijk wel hadden moeten komen. Ik zie ook wel dat, zoals we werken, dat er een heel veel medische klachten zijn die eigenlijk ook opgelost kan worden zonder dat je naar de huisarts gaat.
We zijn natuurlijk heel veel nu met internet bezig, met allerlei internetoplossingen om te kijken wat iemands klacht is en hoe je toch advies kan krijgen zonder dat je op bezoek hoeft. Ja. Het biedt ook weer kansen, moet ik zeggen. Maar ja, het zijn ook veel verdrietige omstandigheden. Je ziet mensen heel snel ziek worden en soms zelfs overlijden, ook in onze regio. En dat is zwaar. Dat neem je ook wel mee naar huis, moet ik zeggen. Ik denk dat je dat als huisarts wel leert. Maar hoe ga je daar dan mee om als je dat soort gevallen hebt? Hoe laat je dat los? Echt loslaten doe je het niet. Ik denk ook dat je ook niet een goede huisarts zou zijn als je het helemaal los zou laten. Mm-hmm. Ik denk dat de betrokkenheid, dat het juist ook je kracht is. Het is wel zaak om te zorgen dat je er mee om kan gaan. En ja, ik heb in ieder geval een hele fijne partner waar ik mijn hoofd op de schouder mag leggen en waar ik als het me te veel aangrijpt mijn verhaal bij kwijt kan. Ik denk dat het ook heel erg belangrijk is dat je realiseert dat je als dokter sommige dingen niet kan veranderen en dat je daar ook bescheiden in kan zijn en dat je op die manier wat dingen van je af kan laten glijden. Ik vind het heel fijn in mijn vak te merken hoe krachtig mensen kunnen zijn. Dus hoeveel veerkracht mensen hebben en hoe sterk sommige mensen zijn. Ik kan daar enorm van genieten. En dat helpt me dan ook weer om ook vooruit te kunnen kijken. Ja, daar krijg je dan weer energie van. Precies. En we hoorden het in de inleiding over positieve gezondheid. Mm-hmm. Daar zullen veel mensen ook wel van gehoord hebben. Maar kun je uitleggen wat het precies is? Positieve gezondheid is voor mij dat je niet denkt vanuit ziektes, maar vanuit gezond zijn en gezond willen worden. De kracht van positieve gezondheid is dat je kijkt waar je veerkracht ligt, waar je zelf de regie zou kunnen pakken. Of wat je nodig hebt om de regie te kunnen pakken. En dan kom je uitdagingen in je leven tegen. Dat kunnen emotionele zaken zijn of lichamelijke zaken of maatschappelijke zaken. Waardoor als huisarts te kijken waar iemands kracht ligt en waar iemand voor uit zijn bed wil komen. Dan kun je enorme energie vrijmaken met mensen en dan ga je andere keuzes maken. Dat is voor mij de kern van positieve gezondheid. Oké. En hoe wordt dat dan precies ingezet? Als er iemand bij de huisarts komt, hoe gaat dat dan? Ja, ik vind het bijzonder dat we dit interview beginnen, dat u mij de vraag stelt, hoe gaat het met u? En dat is eigenlijk de kern ook van wat je vanuit positieve gezondheid als insteek zou kunnen gebruiken. Puur de vraag stellen als start, hoe gaat het met je? En een aantal jaar geleden merkte ik dat het zo druk werd in mijn praktijk dat ik eigenlijk die vraag niet meer durfde te stellen aan mijn mensen. Want stel je voor dat ze antwoord gingen geven. Ik had er eigenlijk helemaal geen tijd voor. Mm-hmm. En we hebben het nu zo georganiseerd dat we die tijd weer gevonden hebben. En als je die vraag stelt, krijg je antwoord. En dat is heel erg bepalend voor de vervolg van dat contact met die mens voor jou. En het is ook wel heel interessant te weten dat er zijn wel studies verschenen dat misschien mag ik het zelfs als vraag stellen. Heb je enig idee bij de start van het consult waarbij de patiënt mag beginnen? Nou, hoeveel tijd de huisarts de patiënt in de rede valt? Nee. Ja, dat is gemiddeld 16 seconden. Oké, okay, dat is snel. Zo kort. Ja. Terwijl we ook studies hebben dat als je de patiënt even 2 minuten de ruimte geeft om gewoon even zijn verhaal te doen, dat dan in 70% van de gevallen na 2 minuten er een natuurlijke stilte valt. Maar als je die 2 minuten geeft, dan krijg je zoveel informatie die je als dokter niet zou, daar zou je niet naar kunnen vragen, omdat je er geen weet van hebt dat het speelt. Mm-hmm. Dat daarmee het consult heel anders wordt en veel meer ingaat op wat die patiënt nodig heeft en wat het verhaal van die patiënt is. Het mooie voor mij als dokter is dat ik veel meer achterover kan leunen. Vroeger was ik heel hard aan het werk van wat heb je? En allerlei vragen stellen om dat te verduidelijken. Maar als je die patiënten de ruimte geeft, dan ben je zelf veel ontspannender. En dan krijgt die patiënt ook veel meer de kans om de regie te nemen. Het is voor mij veel mooier en veel fijner om te werken.
En gek genoeg, of ja, helemaal niet gek eigenlijk, maar de patiënt is tevredener na afloop van het consult. En dan krijg je ook terug dat je onderwerpen hebt aangesneden die er voor die patiënt toe doen. Ja, en is dit dan iets wat bij iedereen wordt gedaan? Dus wordt bij iedereen de vraag gesteld, hoe is het met je? En wordt bij iedereen meer tijd genomen? Of is dat echt, hangt dat echt van de patiënt af? In principe hebben we voor iedereen meer tijd. Ja. En dat is hartstikke fijn. De standaardzin, hoe gaat het met u? Ik begin ook wel eens met vertellen. Maar ik begin nooit meer met wat kan ik voor u doen? En wat kan ik voor u doen? Ik wil eigenlijk zeggen dat ik aan het werk moet. Maar vaak is het die patiënt die een stap te zetten heeft. Dus hoe gaat het met u is een enorme goede manier om daarmee te starten. We hebben ook in de praktijk echt posters hangen. Daar staat gewoon op, hoe gaat het met u? Ik heb één keer een patiënt op spreekuur gehad. Die kwam in tranen binnen. En ik zei, wat is er? En toen zei hij, die posters, hoe gaat het met u? Er is nog nooit iemand die dat aan mij gevraagd heeft. En dat was al een trigger, zeg maar, om een heel ander gesprek aan te gaan. Dus ja, zo simpel kan het zijn. Ja, en het is dus vanuit meerdere kanten bekijken van die klacht. Dat hoeft niet één ding te zijn. Ja. Precies. Ja. Ja. En hoe ben je hiermee in aanraking gekomen met die positieve gezondheid? Positieve gezondheid hangt heel erg samen met wat mijn eigen gezin is overkomen. Wij hadden een dochter die op 14-jarige leeftijd overleden is. Ze was ernstig gehandicapt. En dat gebeurde in een periode dat het heel erg druk ook in de praktijk was. En dat ik dacht van, goh, kan ik nog wel dokter zijn? Wil ik dat nog wel? En in ieder geval was voor mij duidelijk dat ja, als ik mijn werk wilde blijven doen, dat het op een andere manier moest. En toen ontstonden ideeën om meer ruimte te gaan maken in het spreekuur. En dat was eigenlijk in dezelfde tijd, we praten over 2010, 2011, dat Machteld Huber, een collega-huisarts, met dit concept positieve gezondheid bezig was. En wij kregen contact met elkaar en zij zocht eigenlijk praktijken die dat in de praktijk wilde toepassen. En ik zocht eigenlijk een manier om het plezier in mijn werk weer terug te vinden. En ja. Nou, zo zijn we begonnen. Want ja, dus die plezier miste je omdat je gewoon te weinig tijd had voor jouw patiënten. Ja. 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 Te veel werkdruk. Precies. Ja. Ja. Oké, toen zijn jullie begonnen. En nou, dit is positieve gezondheid op huisartsenniveau. Mm-hmm. Kun je het breder trekken? Of hoe? Want ik heb het idee dat het een heel groot begrip is. Dat het op meerdere niveaus inzetbaar is. Klopt dat? Ja, dat klopt helemaal. Ik denk dat positieve gezondheid gaat allereerst om die mens voor je. Het gaat om het contact in de spreekkamer. Het gaat ook hoe organiseer je een huisartspraktijk. Maar dan zie je al vrij snel dat je ook buiten de huisartspraktijk dingen anders zou kunnen organiseren. Met name als het gaat om het sociaal domein. Als het gaat om vragen rondom schulden of rondom eenzaamheid. Als het gaat over hoe je goede werkgever zou kunnen zijn. Hoe je in het ziekenhuis met mensen om zou kunnen gaan. Dus het betreft eigenlijk de hele gezondheidszorg en het hele welzijnsdomein. Scholen, een gezonde basisschool, goede voeding, leefstijl, voldoende bewegen. Ja. En zijn daar dan, stel, er kijkt iemand van een school of iemand anders die geïnteresseerd is, zijn daar dan lezingen voor of cursussen of hoe werkt dat dan? Ja, in onze regio hebben we een kennisnetwerk, het netwerk Positieve Gezondheid Noordelijke Maasvallei, waarin om de 6 weken bijeenkomsten zijn, waarin thema's besproken worden. Er is ook een landelijk instituut Positieve Gezondheid, het Institute for Positive Health. Met een webpagina, met allerlei mogelijkheden om ook vanuit je eigen domein, bijvoorbeeld als basisschoolleraar, te kunnen kijken van wat is er voor basisscholen, wat is er voor middelbare scholen, wat is er voor ziekenhuizen of voor thuiszorgorganisaties. Dus er is heel veel in Nederland inmiddels. Ja.
Ja. En nou, een middel daarvan is natuurlijk een spinnenweb. Of een soort van spinnenweb met pijlers. Kun je ook even kort uitleggen hoe dat in elkaar zit en hoe mensen daar gebruik van kunnen maken? Ja, spinnenweb gebruiken we vrij veel. Positieve gezondheid probeert verder te kijken dan alleen maar je lijf en hoe je geestelijk in elkaar zit. Ja. Het heeft ook te maken gezondheid met heb je contacten met andere mensen? Heb je een doel in je leven? Kun je de eenvoudige dingen die nodig zijn om het dagelijks leven te voeren, kun je die volbrengen? Nou, daar zijn een soort 6 vragen voor waarin je zelf een soort rapportcijfer mag geven. Mm-hmm. Een 0, dat kan niet slechter. Een 10, dat kan niet beter. En het spinnenweb die laat die 6 vragen in een soort spinnenwebvorm zien, waarbij je die 6 punten kan aankruisen. En naarmate het punt hoger is, wordt het spinnenweb groter. Het is een hele leuke en eenvoudige manier om eens te kijken van waar sta ik en wat zou ik willen. En wij gebruiken het vaak in onze spreekkamer om te kijken van, goh, kijk eens naar dat spinnenweb, hoe je hem zelf hebt ingevuld en wat vind je ervan? Zou je iets willen veranderen? En het is dan ook interessant om de patiënt zelf te laten kiezen wat daarbij passend is. En ja, als dokter zou je snel geneigd te zijn om je te richten op het laagste cijfer. Ja. Terwijl dat voor die mensen die voor je zit vaak heel erg anders is. En ook dat levert weer een heel ander gesprek op. Ja, en is het dan ook de bedoeling dat je vult samen met iemand zijn spinnenweb in bijvoorbeeld, en iemand scoort hier lager op en hier hoger. Is het dan ook de bedoeling dat de volgende keer dat iemand komt een spinnenweb groeit? Of is dat niet het idee? Kijk, op het moment dat je lekker in je vel zit, dan denk ik dat je wat hoger gaat scoren op die 6 punten. Ja. Voor mij is het belangrijkste dat je bewust bent dat gezondheid veel breder is dan alleen maar een lichamelijke klacht of alleen maar moe zijn. En het spinnenweb kan daarbij helpen om die discussie zeg maar boven tafel te krijgen. Het is wel interessant om een soort afspraak te maken. Goh, zullen we over een tijdje die spinnenweb nog eens een keertje invullen? En dan is het wel mooi om te kijken of je verbeteringen ziet. Maar ook dat is weer interessant. Verbeteringen hoeven niet per se plaats te vinden om er toch heel veel aan te hebben. Ja. Om een voorbeeld te geven. Ik heb een paar keer het spinnenweb laten invullen door mensen die eigenlijk vlak voor hun overlijden stonden. Om te kijken van wat speelt daar en hoe kunnen we in gesprek gaan. En tot mijn verbazing werden die spinnenwebben juist heel erg hoog ingevuld. Het waren mensen met pijn die in bed lagen. Die wisten dat ze nog maar een paar dagen of een paar weken te leven hadden. En zij scoorden juist heel erg hoog. En ja, mijn vraag was van, hoe kan dat? En zij gaven aan, wij berusten eigenlijk in waar we nu staan. En we weten dat het nog niet meer lang zal zijn, maar we genieten van wat we nog hebben, van de familie om ons heen. En de pijn is draaglijk. Dan weet je ook dat een spinnenweb nog een keer invullen geen verbetering zal laten zien, hè, omdat het tijdig is. Dus dat hoeft ook niet per se het doel te zijn van een spinnenweb. Ja. Nog iets anders waar jullie mee bezig zijn is biowalks. En dat is de natuur ingaan voor diabetespatiënten om gezond bezig te zijn. Wat is het precies? Ja, biowalks is wandelen in de natuur. Het idee is bij ons ontstaan vanuit studies die verschenen zijn rondom Blue Zones. Ik weet niet of je dat wat zegt. Blue Zones zijn gebieden in de wereld waar mensen heel erg oud en ook heel erg gelukkig oud worden. En ze hebben die mensen in verschillende werelddelen vergeleken om te kijken wat verbindt die mensen nou. En ze kwamen eigenlijk op 4 factoren uit. Ze ontdekten dat die mensen anders aten, gezonder aten, minder vlees aten, dat die meer bewogen, dat ze zich meer onderdeel uitvoelden maken van een gemeenschap en dat ze een doel in hun leven hadden. Nou, ik vond dat machtig interessant en ik dacht, goh, wat zou ik als huisarts voor een Blue Zone activiteit kunnen bedenken? En ik dacht, als ik nou ga wandelen met mensen in de natuur en ik koos voor de groep mensen met diabetes, dan gaan we wandelen in de natuur, dan hebben we die beweging
diabetes heeft heel erg met voeding te maken. We gaan het met elkaar over voeding hebben. Doordat we het in een groep doen, heb je meteen een gemeenschap. En je had ook een doel, namelijk om te zorgen dat je er beter van werd. En we hebben dat een aantal keer georganiseerd. En tot mijn grote verbazing daalden de suikerwaardes en ook het gewicht bij de mensen. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet kan als je maar een paar keer wandelt met elkaar. Ja. Dus ik vroeg me af, wat gebeurt hier eigenlijk? En toen zijn we daar ingedoken en toen bleek dat mensen het zo leuk vonden om in een groep te gaan wandelen, dat zij ook gingen afspreken tussendoor om nog een keertje te gaan doen. Sommige mensen gingen dagelijks wandelen. En sommige mensen namen de tips mee over de voeding, waardoor ze ook echt anders gingen eten. Dus Beerwalk is een manier om een soort kleine blue zone te creëren. En wij waren de eerste huisartspraktijk in Nederland die dat heeft gedaan. En je ziet het ook op steeds meer plekken nu ontstaan. Het is hartstikke leuk. Je gaat samen met de patiënten en een natuurgids de natuur in. En de natuurgids vertelt iets over wat we zien. En tussendoor vertellen we iets over suikerziekte. We prikken van tevoren de suiker. En na de wandeling ook. En je ziet gewoon de suiker dalen. En dat stimuleert mensen enorm. Ja, dat klinkt heel positief. En ook mooi dat dan die verbindingen ontstaan. Dat mensen dan vervolgens ook weer met elkaar gaan wandelen. Precies, ja, hartstikke mooi. Ja. En over het algemeen, hè, de natuur, wat voor een gezonde invloed heeft dat op mensen? Of... Natuur is zo belangrijk voor mensen. Het is de lucht die we inademen. Het is de... Natuur, er zitten heel veel ronde vormen in, gek genoeg. Wolken, ronde takken, we noemen dat fractale vormen eigenlijk. En daarvan is bewezen dat doet iets met ons brein. Dus als wij naar ronde vormen kijken, naar patronen die zich herhalen, dan worden er stoffen aangemaakt die ons rustiger maken. Okay. En daarmee weten we dat als je niet lekker in je vel zit en je gaat naar buiten de natuur in, dat het je goed doet. Buiten schijnt ook de zon en daardoor maak je vitamine D aan. Vitamine D speelt een hele belangrijke rol bij ons immuunsysteem. Ook een belangrijke rol bijvoorbeeld bij de afweer tegen ziektes als corona. Dus het gaan wandelen, buiten zijn, is ook enorm belangrijk voor onze afweer en om gezond te blijven. Ja, klinkt mooi. We gaan afronden. Wat zijn jouw plannen voor de toekomst, misschien privé of als huisarts zijnde? Ik geniet enorm van mijn werk. Ik hoop dat nog vele jaren te blijven doen. Wat heel erg fijn is, dat ik twee jonge collega's in de praktijk heb die ook eigenaar geworden zijn van de praktijk. Dus ik kan een stapje terug doen, maar wel enorm blijven genieten van mijn spreekuren. Zonder de verantwoordelijkheid voor de organisatie, zeg maar. En dat maakt dat ik me lekker vitaal kan blijven voelen. Ik wil veel buiten zijn, veel spreker blijven doen. De verbinding tussen mensen en de leefomgeving en natuur. Dat heeft mijn hart en ziel. En ik hoop daar nog veel inspiratie in op te doen. Ja. En zou jij mensen nog iets willen meegeven? Blijf gezond. Ja. Hou de regie. En heb vertrouwen in jezelf. En lukt dat soms wat minder goed? Zoek de mensen die je daarbij kunnen helpen. Dankjewel. Graag gedaan. Dan gaan we nou over naar de muziek. En de muziek is dit keer van Verrek is mooi. En al zal dit jaar carnaval anders zijn dan anders. Bijna iedereen onder de rivieren. Daar begint het rond deze tijd toch wel te kriebelen. De carnavalskriebels. En zometeen gaan we daarover praten met vorst Maarten Daniëls. En het hele weekend is er natuurlijk op Gennep Nieuws en TVL TV van alles te zien. Maar om alvast een beetje in de stemming te komen, gaan we kijken en luisteren naar het Venruische kwartet Verrek is mooi. En in 2018 zongen zij de Vastelovensknal live op de Maartzittingen in Gennep. Okay.
kop zit nat. Kutie! Gasten lopen vuurvader op. Voor de mooie video. En inmiddels is aangeschoven vorst Maarten Daniëls. Maarten, welkom. Ja, dankjewel. Bedankt voor de uitnodiging. Ik heb me voorgenomen om praten te praten. Ik hoop dat je dat niet erg vindt. Dat is niet erg. Ik kan het verstaan, maar niet praten. Dat, ik heb niks. hoe is het met je? Ja, nou, omstandigheden goed, zeggen ze dan. Hè? Ja, ik heb gelukkig ben ik gezond. Mijn familie is gezond. En door, dat is al heel veel werd, denk ik, in deze dag. En verder, ja... Proberen we er maar wat van te maken de komende dag. Ja, ja, want het is natuurlijk carnaval. En ben je nou van kleins af aan al groot carnavalsvieren? Ja, ik weet niet wanneer het echt begon te kribbelen. Er zien foto's waar ik 4, 5 jaar ben met een carnavalspecs gaan. Of ik dat toen zelf al zo leuk vond. Of dat mijn elders dat vooral heel erg leuk vonden. Dat weet ik eigenlijk niet zo. Maar het is wel van huis uit metgegeven. Wij wonen in Gennep op de Pikkerdij. En de Pikkerdij was een hele actieve straat met de vastelovend. Die je altijd met de optocht met. En voor mijn gevoel wonen we ook ieder jaar. Tenminste, dat, zo gaan de verhalen natuurlijk. Maar daar heb ik het wel net gekregen van Huzuut echt. Wat nou eigenlijk ook op de posters overal in Gennep hangen staat. Van Huzuut metgekregen. En ja, dat eigenlijk wel van jongs af aan, ja. En wat betekent dat nou voor jouw carnaval? Ja, dat is... Dat is een hele moeilijke vraag. Ik denk dat het voor mij vooral betekent samen het leven vieren. Op ongedwongen manier elkaar ontmoeten. Veel met elkaar delen. En vooral zelf actief zien om er samen iets moois van te maken. Maar het gaat vooral om die verbroedering en dat samen zien. Het samen genieten. Samen genieten. En ja, het echt ook het vieren van het leven. Dus even alle zorgen aan de kant. Het allermooiste werd dat uitgedrukt in dat Alde Venlusse vastelovensliedje. Zet alle zorg op zee. Hè? En doe het maar met. En dat is het eigenlijk. Gewoon even alle toemel aan de kant. En eigenlijk zouden we dit jaar, hè, met zo'n vervelend jaar wat we allemaal gehad hebben. Ja. Het allermooiste zien als we nou gewoon volop carnaval hadden kunnen vieren. Ja, dat kan helaas niet. Omdat dus... het daar is waar het voor staat. Ja, want toch staat het veel. Ja. Even de zorg aan de kant. En daarom roep ik toch de mensen op om daar dan tussen toch maar even iets van te maken. En de zorg even aan de kant te zetten. Ja.
En nou, je bent al een tijd vorst van Bombakkes hier in Gennep. Hoe word je nou vorst? Ja, worden veel gevraagd. Ja. Nou ja, ik was al op allerlei vlakken redelijk actief in Gennep in het verenigingsleven. En toen ben ik in 2009, denk ik, de mensen mede door hem gevraagd om prins te worden. Nou, dat is natuurlijk een hele eer, dus dan worden prins van Bombakkes. En dat was een beetje in dezelfde tijd dat mijn voorganger, vorst Theo Rozeboom, een beetje rondliep van, nou, ik heb het lang zat gedaan, dan moeten ze een keer een opvolger komen. Ja, en van het een, ja, blijkbaar zag het toenmalige bestuur wel wat in min als ze eventuele opvolger. En ze hebben me toen een keer, in het jaar dat ik nog prins was, gevraagd of ik dat zag zitten. Ja, natuurlijk heel goed over nagedacht. Maar op een gegeven moment ja gezet. En dan moet er formeel nog wel het een en ander gebeuren, want de Raad van Elf, het bestuur kan dat niet zomaar alleen beslissen. De Raad van Elf moet daar toch ook over stemmen. Maar als dat dan gebeurd is, dan ja, kan op een gegeven moment bekendgemaakt worden wie dan de nee voorst. Nou, dat was ik toen. Dus dat is toen, ja, in september 2009 ben ik gevraagd. En in juni 2010 was het zeg maar allemaal formeel. En eigenlijk november 2010, met de opening hier op de Meert, mocht ik voor de eerste keer dat witte jasje aantrekken. En hoe is dat dan? Spannend? Ja, natuurlijk is dat spannend. Want ja, goed, de mensen in Gennep weten het dus wel al dat je het ziet. Hè. Dat is anders als met prins zien, want dan weet niemand het en dan stort het er ineens. En ja, hier weer natuurlijk wel al over gepraat en kunt ook met mensen wel over praten. Maar ja, je hebt dan toch voor de eerste keer dat je echt het gezicht van de club ziet. En dat is wel even spannend en dat moet ook wel in groeien in die rol. En de ene gaat er wat makkelijker af als de andere. En ik heb denk ik dat ik altijd een heel goed voorbeeld gehad heb aan mijn voorgangers. Hans Gielis heeft hier gezeten, is ook vorst bij het Bombakkes geweest. Theo Rozeboom was een fantastische vorst. En ik kan alleen maar hopen dat ik het een beetje goed in hun voetsporen zie getreden. En dat ik het de mensen allemaal een beetje naar de zin heb kunnen maken de afgelopen 11 jaar. Ja. Ja, want dat zijn precies je taken als vorst zijn. Ja, nou, wat ik al zei, je bent eigenlijk het gezicht van de vereniging. Dus eigenlijk overal waar wij naar buiten treden, door werd van mij geacht dat ik er zeker bij ben en waar nodig een woordje voer. Dat is eigenlijk een van de... Verder heb ik ook nog een formele rol en dat is dat ik als vertegenwoordiger van de Raad van Elf in het bestuur zit. Dus ik zit ook meteen al 11 jaar in het bestuur van het Bombakkes. Dat met name. Dus presenteren van avond, als we zelf wat organiseren, dan de avond aan elkaar praten, een zitting of een liedje om. Nou, zittingen hebben we de afgelopen jaar al wat anders gedaan. Maar vaak als spreekstalmeester optreden. Ja. En bij recepties het woord voeren. Van november tot maart wel heel druk. Normaal gesproken, dit jaar wat minder. Ja. Maar ja. Heel veel praten, dat is het. Veel praten. Ja. Veel praten. Maar ja, goed, je moet wel weten wat je gaat zeggen. Dus er zit ook een hoop voorbereiding in, ja, iedere keer. Je kunt eigenlijk niet met goed fatsoen onvoorbereid ergens binnenkomen wandelen en door. Maar tenminste, ik kan dat niet. Dan moet ik toch wel van tevoren wel even over nagedacht hebben wat ik ga zeggen. En ik denk ook dat... Dat is een wijze woorden die ik van Theo Rozeboom geleerd heb. Wet wat gezet, dan zeg niet alles wat gewet. Dus je moet daar echt wel een beetje actief in steken. Voordat je nog een receptie gaat of voordat je ze een avond gaat presenteren. Je wil goed voorbereid zijn. Ja. Je gaat stoppen als vorst. Waarom ga je stoppen? Het korte antwoord is omdat ik het 11 jaar gedaan heb. Dat is heel flauw. Ja. Toen ik eraan begon heb ik me voorgenomen. Kijk, Theo Rozeboom had het 16 jaar gedaan en Hans Gielis 8 of 9, ik weet niet precies. En veelgangers ook best wel lang. Ik vond 11 jaar voor mezelf een mooie tijd. Ik was toen ik eraan begon 44, ik ben al 55. De griezenheuren beginnen redelijk deur te komen. Dus ik heb ook wel langzamerhand, vind ik dat... dat het tijd werd van een jongere, laat ik het zo zeggen. En ik doe het nog steeds met heel veel plezier. Maar ik vind ook niet dat mensen straks moeten zeggen... Nou werd er echt iets van aan, want dan werd hij echt oud. Of ik dingen vergeet, of weet ik veel wat. Dat wil ik sowieso ver zien. Nee, ik doe het met veel plezier. Ik doe het nog steeds met veel plezier. Maar ik denk gewoon, 11 jaar is een hele mooie termijn. En dat had ik me aan het begin voorgenomen. En daar haalde ik me aan. En ik moet heel eerlijk zeggen, afgelopen zomer met de corona... en dat er aan zat te komen... dat het allemaal een ander jaar zou worden,
Heb ik al even getwijfeld. Maar ondertussen hadden we een goede opvolger gevonden. Gewoon we meer met de sleuteloverdracht onthullen wie dat werd. Spannend. En toen gaf me dat ook de rust dat ik gewoon kon zeggen, nou, het is mooi geweest. En dan blijft het ook bij die 11 jaar. Dan blijft het ook mooi bij die 11 jaar. En dat staat dan ook mooi achter mijn naam in de annalen van het Bombakkers. Ja. 11 jaar vast, vind ik mooi, ja. Passend. Ja. En hoe vier jij dit jaar carnaval? Ja, vieren is eigenlijk een heel slecht woord. Nou, want ja. het kan bijna niet. Ja, wat ik al zeg, we zitten straks thuis. Nou ja, we hebben nog best wel wat op poorten geprobeerd te zetten natuurlijk rondom deze dag. Maar iedereen zit thuis en kan natuurlijk een pilsje uit de koelkast pakken. Maar ja, is dat het vieren? Carnaval vieren, dat is wat ik met begost. Dat duurde samen. Ik wil niet zeggen in grote massa's. Je hoeft niet per se altijd met 4000 man op de meer te staan. Liever niet zelfs. Maar je wilt wel met ook vrienden of met ook al de schoolgenoten. Of met mensen die, dat is ook het mooie van carnaval. Die mensen die al jaren Gennep uitzien. En juist met deze dag, mijn jongste zuster is er een van. Die komt met deze dag altijd terug in Gennep vastlopend vieren. Al is maar één dag, maar dat willen ze dan toch wel metmaken. Yeah. En ja, dat miste nou heel erg. Dat vieren, en dat vind ik vastlopend vieren, samen zien. Dat is er eigenlijk niet. Dus als je zegt, hoe vier de carnaval? Ja, dit joh. Ja, eigenlijk niet. Nou, wat je wel kunt zien natuurlijk is dat de carnavalsverenigingen dan ook wel creatief zijn en toch wat verzinnen. Ja, nou ja, goed. Dat is wel echt vastlopend. Creatief zien met de middelen die je hebt en door dan toch maar het beste van te maken. En de ene mens lukt dat beter dan de andere en de ene club lukt dat beter dan de andere. Maar ik vind dat we in de gemeente Gennep goed bezig zijn. Er wordt toch van alles op poten gezet. Er zijn al quizzen en online zittingen en festivals georganiseerd. Er komt zondag bewegende quiz, de mascottes, de diepkikkers. Iedereen doet wat. Dus dat vind ik heel, heel mooi om te zien. En dat is ook wel goed dat er in ieder geval wel iets is. En dat we niet komend weekend gewoon in onze normale speakerbox ergens voor de televisie naar het schatsen zitten te kijken. Want dat is geen vastloven. Nee, dat kan niet. Nee. Nog even wat anders. Want naast dat je voorst bent, ben je ook een van de schrijvers van de revue. Oh ja. En hoe zit het daarmee momenteel? Nou, dat gaat de goede kant op. Ja, ik... dat is wel even schakelen. Nee, maar leuk dat je dat nou verhoogt. Ik ben een van de drie schrijvers van de revue. We hebben, we zijn eigenlijk al bijna 3 jaar geleden langzaam begonnen met schrijven. En we hadden al vrij vlot een leuk idee. En daar zien we op verder gaan beduren. Daar hebben we een paar versies geschreven van een script. Nog lang niet helemaal klaar, maar dat we wel wisten welke kant het op ging. Daar hebben we feedback opgevraagd van de regisseur van de vorige revue. En hij had ons heel veel waardevolle tips gegeven. Dus zijn we weer met aan de gang gewoon, hebben we het script aangepast. Want ondertussen hadden we ook bedacht waar we het dan willen doen en hoe we het willen doen. En inmiddels is er ook een regisseur, daar hebben we ook de eerste contacten mee gehad. Die had ons ook nog wat tips. Daar hebben we weer kleine veranderingen gedaan. Toen hebben we een paar maanden geleden eerst de lijstsessie gehad. Dus toen hebben we echt het hele script een keer doorgelezen met z'n allen. En door oktober komen dan nog wel weer dingetjes uit van, nou, daar moeten we, er ontbreekt nog wat. Of dat is te veel, dat kan weg. In die fase zitten we nou. Ja. Maar ik verwacht wel dat we straks rond de zomer kunnen zeggen, hopelijk dat we dan ook nog wel weer een keer wat dukker bij elkaar kunnen komen. Dat we dan kunnen zeggen, nou, dit is het. En daar kan de regisseur met aan de slag. En als die echt aan de slag gaat, dan gaat er nog steeds wel van alles veranderen. En dat vinden we ook niet erg. Dat hebben we ook gezet. We willen niet heel rigide aan ons idee vast. Ja, wel aan ons idee, maar niet aan ieder woordje wat we opgeschreven hebben. Ofzo. Dat mag best wel wat in veranderen. Ja. Wat feedback opkomen. Het gaat er gewoon om dat er straks een mooie show staat waar iedereen van kan genieten. En, dat ja, ook weer samen, dat kunnen we. Dat er iets is waar we met z'n allen echt naar uit kunnen kijken. En waar heel veel mensen... veel keer meer dan 200 mensen heel veel plezier aan gehad hebben om het veel te breiden en het op de bühne te zetten. En waar 3000 man van kunnen genieten. Nou ja, als ze dat weer in elkaar krijgen, dan ben ik gelukkig. Ja. Ja. En hier ben je druk mee. Hoe ziet je toekomst er verder uit? Nou ja, ik zeg al, ik stop dus bij het Bombakkers. Dus daar gaat wel wat vrije tijd komen. Nou ja, ik heb nog een redelijk drukke baan. Dus
Ik werk nog gewoon, dus een beetje extra vrije tijd, service of in het weekend kan een gen akkoord. Nogmaals, met de revue ben ik bezig. Ik ben ook nog actief bij het volleybaltoernooi van Flamingo's. En misschien komt er nog wel weer wat anders op het pad. En ik denk ook niet dat ik helemaal weg ben. Ik zal er geen pak en geen steek meer op hebben. Maar op de achtergrond zal ik nog wel wat hand- en spandiensten voor het Bombakkers blijven doen, denk ik. Dat bloed kruut toch wat niet gewoon kan. Nee. Dat blijft dus, er toch in zitten. Dat blijft er toch wel in zitten. Ja, nee, wat, je wordt erin gezogen in die club. En dat laat er niet zo gauw maar los. Dat geloof ik niet. En ik denk dat dat ook voor mijn veelgangers wel geldt. Die binding die blijft altijd wel voelen. Ja. Ja. En zou jij mensen nog iets mee willen geven voor komend weekend? Nou, ik zou ook wat net willen geven. Ik had hier... Okay. Daar heb ik, dat moet ik eerlijk zeggen, het is niet van Bombakkers, maar het is eigenlijk van de Stichting Meertzitting. Die vinden het zo leuk dat jullie in ieder geval alle medewerkingen verleend hebben om de zaterdag die Meertzitting op televisie te brengen. Dank en kleinigheidje, om samen met de collega's tijdens de uitzending van te genieten. En nogmaals heel erg bedankt namens de Meertzitting en dus ook namens de Mascottes en het Bombakkers, want we organiseren dat met z'n tweeën in die commissie. Heel veel dank daarvoor alvast. Nou, hartstikke bedankt hier. En de mensen thuis, geniet van sleuteloverdrachtmerk, denk eraan. Daar maak ik erg bekend wie mijn opvolger werd. Dus dat is een cliffhanger, meude niet missen. En zaterdag dan de Meertzitting, zondag optocht op televisie, maar ook onze eigen bolleboze quiz die we organiseren. Daar doen een paar honderd mannen met. Dus dat werd ook nog wel een heel leuk evenement. En dan dinsdagavond is het voor mij echt gedaan. Dan zet ik echt voor de laatste keer de steek af. En dan hoop ik dat ik met een mooie groet afscheid kan nemen van vastlopend Field Gennep. Dan wens ik je toch heel veel plezier deze dagen, ondanks dat het anders is dan gehoopt. Ja, en dat het er maar altijd moet blijven krullen. Ja, dan gaan we nou over naar het spel. Maar eerst het antwoord van de vorige keer. En de vraag was, wat wordt er nat tijdens het drogen? En dat is natuurlijk een handdoek. En Kees die heeft gewonnen. Dus Kees, jij krijgt de mooie mok. En dan nou de vraag van dit keer. Kun je met de cijfers 1 tot en met 5 een vermenigvuldiging maken en gebruik alle cijfers maar één keer? Je ziet de vraag in beeld en weet je nou het antwoord? Telefoonnummer doet het inmiddels weer. Dan kun je bellen of sms'en naar 06-8274-4609. Of een mailtje sturen naar inzicht@gennepen.nieuws. En dan gaan we nou weer naar Mara. Mara heeft weer een mooie vlog gemaakt en dit keer van De Gek in Gennep. Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van Mara's vlog. Vandaag gaan we kijken bij De Gek. Het lijkt wel een kunstwerk, maar dat is het niet. Het is een gek. Klinkt gek toch? Vroeger stond daar een moutfabriek. Vroeger werden daar granen gedrukt om een Grols of Heineken bier van te maken. Nu weet je meteen waarom dat café de mouter heet. Tot 2000 stond deze kap op de schoorsteen van de fabriek. Het terrein hier achter mij is daarna gesloopt. Er is niks meer te zien, maar deze villa hier achter mij is net gerenoveerd. AVG heeft deze gek bewaard en teruggegeven aan de gemeente. Sinds 2018 staat het hier bij de rotonde. Het lijkt dus een kunstwerk, maar dat is het niet. Een beetje gek, maar wel leuk. Leuk dat je hebt gekeken naar Mara's vlog. Vond je de filmpje leuk? Doe dan een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. Tot de volgende video!
Nou Mara, duimpje omhoog. Was weer leuk om te zien. En we zijn alweer benieuwd welke vlog je de volgende keer voor ons hebt. En wat je weer uit gaat leggen. En inmiddels is aangeschoven stadsdichter Piet Tunnissen. Piet, welkom. Dank je. Leuk dat je er net zoals iedere uitzending weer bij bent. Ja, dat doet me deugd. Ik vind het ook leuk om dat telkens weer te doen. En volgens mij hebben we wel een toepasselijk gedicht dit keer van de sneeuw. Ja, ik heb er twee, dus de belangrijke items van nu, ja, sneeuw en straks komt Valentijn. Ja, ook en, nog. Ja, dat is ook weer iets waar je eigenlijk je gedachten over laat gaan. En dat heb ik in een grijs verleden al gedaan. Ooit aan mijn vrouw opgedragen. Mooi. En ik wou eigenlijk starten met sneeuw. Kort gedichtje, simpel. Sneeuw op de vensterbank, sneeuw op de bomen. Dat witte licht geeft mij weer lucht en zin om weg te dromen. Sneeuw is voor mij apart. Het kan me inspireren. Dan valt er sneeuw zelfs in mijn hart. Kan ik nog meer begeren? Dus jij kan wel genieten ook van de sneeuw die is gevallen? Absoluut, nou en af. We gaan iedere dag wandelen, flink stuk. En dan, ja, dan geniet je natuurlijk van de hele omgeving. Ik vind dat zo bijzonder. En wat mij opvalt, mensen die je normaal tegenkomt en die je voorbij lopen, die beginnen nou in één keer te praten. Hè, en dan over sneeuw en over hoe mooi het is. Hè. Heb je daar dat gezien of dat gezien? En ja, dat is, vind ik wel bijzonder. Goed gespreksonderwerp. Ja, zeker. Ik heb heel lang geleden, toen ik een meisje tegenkwam, ja, wat nu mijn vrouw is nog steeds. Ja, en dan, ik weet hoe dat gaat. Ja, dan beginnen de hormonen op te spelen en dan begint zo'n jong mens als ik, begint al te stijgeren, om dat zo maar te zeggen. En nou ja, toen ben ik dus in een romantische bui aan een gedicht begonnen. Je hebt het wel in de gang zien hangen bij mij, denk Klopt. Ik. Ja. Het heet Dromen van toen. Het koren is geel, de zon staat stil, daar waar ik graag wonen wil. Ik zie een meisje, nog bijna een kind, dat danst in het blauw op de maat van de wind. Ik kan niet meer wachten, ik ga haar tegen. We lopen verder, lachen verlegen. De tijd ging voorbij, dat intens beleven, ik heb het op muren en ramen geschreven. Wonderen dingen gingen hand in hand, de zon stak de lucht en het koren in brand. Het gras bleef wuiven, alles werd stil. Het was de plek waar ik wonen wilde. Eens wordt elk sprookje, hoe mooi het ook is, in het boek van de tijdgeschiedenis. Maar de dromen van toen zijn ons gebleven. Nog steeds laat de wind de grashalmen beven. Nog zie ik haar dansen. Opnieuw wordt het stil, op die ene plek waar ik wonen wil. Wat mooi. En wat vond ze ervan? Ja, het hangt in de gang bij ons. Een goede vriend van mij, die heeft ja, die zat in het drukwerken en zo, en die heeft een plaat gemaakt met een meisje erop en die heeft de tekst erachter gezet en dat hangt in de gang. Hangt daar altijd, ja. Heeft een mooie plek bij jullie thuis. Zeker, nou en af. Ja, ik kan me voorstellen dat ze daar trots op is. Ja, ja. Bedankt weer voor de mooie gedichten, de actuele gedichten. Graag gedaan. En dan gaan we afsluiten en dan zijn we er donderdag 25 februari weer. Dus wil je meedoen met het spel, dan heb je tot dan de tijd om het antwoord in te sturen. En voor nu een fijne vastelavond gewenst, fijne carnaval gewenst en tot de volgende keer.